Wat zou er nou gebeuren in het hoofd van de klant wanneer hij aan het kopen is? Waarom koopt de een direct zonder omkijken en moet de ander toch nog even nadenken? Lees de ondertitel, zo snel mogelijk weg bij jou. Laten we eens kijken wat er gebeurt in de hersenen. Met andere woorden, hoe werkt ons brein? Om het simpel te houden, moet je je brein voorstellen in drie delen. Allereerst de hersenstam. De stam regelt automatisme als ademen, niezen, knipperen met je ogen en dat allemaal met de reactiesnelheid van 1 staat tot 1. Dus het gebeurt allemaal direct en zonder aarzeling of vertraging. Vervolgens ons emobrein, oftewel het limbische systeem. Het emobrein regelt de emoties. Daardoor voel je je soms verdrietig, heel erg blij of gelukkig. En het heeft een pain- en pleasure-deel. De reactiesnelheid waarmee het emobrein werkt is 1 staat tot 7. Ten slotte de grote hersenen, de neocortex. Deze zorgen ervoor dat we nadenken, dat we wikken en wegen, plannen maken, twijfelen. Overleggen en vergelijken. De reactiesnelheid is 1 stad tot 14. Dit betekent dat deze hersenen het traagst werken van allemaal. Met andere woorden, je hebt alle tijd om je een mening te vormen. En nu komt het! Het deel van onze hersenen dat ervoor zorgt dat we een besluit nemen, is het emobrein. Het deel waar onze emoties zetelen. Wow! Ja, mocht je nou in de veronderstelling zijn dat je bewust kiest of koopt, niets is minder waar. Wat je eigenlijk doet, is het rationaliseren van een emotie. Een voorbeeld. Stel ik een huis gaat kopen en je gaat het bezichtigen. Dan denk je bij jezelf: dit voelt goed. Daarna ga je rationaliseren en zeg je dingen als: nou, ook handig dat het een rustige straat is en de school niet zo dichtbij. Met andere woorden: een van de grootste aankopen in een mensenleven is vrijwel helemaal gebaseerd op emotie. Uiteraard winnen een rationeel kader van budget en dat soort zaken. Shocking! Wat kun je nu met deze kennis? Juist, zoveel mogelijk het emobrein stimuleren van je klant of gast. Eitje toch? Maar laten we dan eens kijken naar veel gebruikte teksten die klanten of gasten van ons om de oren krijgen. Bijvoorbeeld, anders nog iets? Zegt u het maar. Wat kan ik voor u doen? Met al deze teksten stimuleer je de grote hersenen van de klant. Hij heeft alle tijd om na te denken en iets te verzinnen om van je af te komen. Wat moet je daar wel doen? Boor die emoties aan. Stimuleer dat emo-brein. Je weet wel, dat deel van de hersenen waar emoties zetelen en besluiten worden genomen. Neem het heft in eigen handen en bepaal je eigen succesfactor. Of kies voor de veilige weg en activeer de grote hersenen van de klant. Succesfactor? Wat denk je zelf? <laughs> hey, succes met je keuze!